Wanneer we gaan kijken in de microbiologie, kunnen we niet om bepaalde organismen heen. En die bepaalde organismen die verschillen enorm van onze eigen cellen. En dat noemen we de prokaryoten. Maar wat zijn prokaryoten eigenlijk en hoe zien ze eruit? Welke kenmerken hebben ze? Prokaryoten zijn eigenlijk bacteriën of archaï. Er zijn 5 domeinen binnen de biologie. Je hebt de bacteriën, je hebt de archaï. Je hebt schimmels, planten en dieren. Schimmels, planten en dieren hebben allemaal cellen en dat zijn eukaryotische cellen. Bacteriën en archaï die hebben prokaryotische cellen. Die noemen we daarom de prokaryoten. Het verschil zit hem in bepaalde onderdelen van zo'n cel. Hier hebben we een algemene cel van een prokaryoot. We lopen even een aantal onderdelen door en we staan stil bij degene die het grootste verschil veroorzaken. Allereerst heb je natuurlijk het cytoplasma. Het cytoplasma is eigenlijk niet anders bij prokaryoten als dat het is bij eukaryoten. En we hebben een plasmamembraan. En de plasmamembraan is ook vergelijkbaar met het celmembraan bij eukaryoten. Dus hier zit ook nog niet zo'n verschil in. Prokaryoten hebben wel een celwand en dat komt natuurlijk niet voor bij dieren. Dus daarin zit een klein verschil, maar dat is niet het allerbelangrijkste verschil. Prokaryoten hebben bijvoorbeeld wel een capsule aan de buitenkant. En die capsule is een extra beschermlaag. Prokaryoten hebben ook aan de buitenkant pili zitten. En die pili die kunnen eigenlijk de omgeving van een prokaryoot meten. Prokaryoten zijn op het algemeen individuele cellen, losse cellen, eencellige. En die kunnen daarmee de omgeving dus meten met die pili. En bacteriën hebben een flagellum. En een flagellum die zorgt voor een stuk beweging. Dus een soort van staart waarmee ze niet echt kunnen zwemmen, maar wel voor beweging kunnen gaan zorgen. Natuurlijk hebben bacteriën DNA, dat noemen we bacteriën nucleoïd. En heel belangrijk, bacteriën en archaï hebben geen celkern. En hierin zit misschien wat het allerbelangrijkste verschil van prokaryoten en eukaryoten. Het is namelijk zo dat op het moment dat de eerste prokaryoot een celkern kreeg, dat dat de eerste eukaryotische cel was. Dus op het moment dat een cel geen celkern heeft, noemen we het een prokaryoot. Dus bacteriën en archaï hebben losliggend DNA in hun cellen. En prokaryoten hebben enorm veel ribosomen, want die ribosomen die zitten nu niet op een endoplasmatisch reticulum. Het endoplasmatisch reticulum is onder andere belangrijk voor het transporteren van eiwitten cel in of uit. Het eerste distributiecentrum vanuit waar het naar het Golgi-systeem gaat. Hier hoeft dat natuurlijk niet. Een prokaryoot hoeft nooit zijn eigen gemaakte eiwitten af te staan aan de omgeving. Dus die ribosomen die zweven alleen maar los in het cytoplasma. Het laatste ding wat dan wel eens voorkomt bij bacteriën is een cirkelvormig stuk DNA wat we een plasmide noemen. Dan komen ze daar nog even op terug op het moment dat we gaan kijken naar recombinatie bij bacteriën. Maar plasmide is eigenlijk niks anders dan een cirkelvormig stukje DNA waar bepaalde genen op kunnen liggen. We kunnen een onderscheid maken eigenlijk tussen enorm veel bacteriën. Ook hier gaan we maar naar 2 kijken. En we gaan in eerste instantie kijken naar de structuur van de buitenkant. En dat doen we met gram-positieve bacteriën als eerste. Gram-positieve bacteriën, op het moment dat we even alleen naar de buitenkant gaan kijken, kunnen we er 2 onderdelen in ontdekken. Allereerst heb je het plasmamembraan, wat we al benoemden vergelijkbaar is met het normale celmembraan bij eukaryoten. En je hebt een peptidoglycaanlaag. En die peptidoglycaanlaag, dat is de celwand van gram-positieve bacteriën. Natuurlijk zitten er ook in een plasmamembraan eiwitten die kunnen zorgen voor het transport van bepaalde stoffen de bacterie in of de bacterie uit. En je hebt gram-negatieve bacteriën. En gram-negatieve bacteriën hebben net iets andere buitenkant. Die hebben ook een plasmamembraan, hebben ook zo'n peptidoglycaanlaag, maar daarbuiten zit nog een extra buitenmembraan. En bij gram-negatieve bacteriën bestaat die celwand dus uit de buitenmembraan en uit die peptidoglycaanlaag. Dus die hebben een complexere celwand. Natuurlijk zitten er ook bij gram-negatieve bacteriën weer eiwitten die ervoor zorgen dat je transport kunt hebben de cel in of de cel uit. Aan de buitenkant helemaal van die celwand zitten bij gram-negatieve bacteriën nog lipopolysaccharide. Een saccharide die ook nog de bacteriën kan ondersteunen in bepaalde processen. Gram-negatieve bacteriën zijn over het algemeen schadelijker voor ons als mensen. Dus die zijn een vervelendere pathogeen dan dat gram-positieve bacteriën zijn. En dat komt eigenlijk door 3 redenen. Allereerst, die lipopolysaccharide die aan de buitenkant zitten, die zijn heel vaak toxisch voor ons. En daar kunnen wij onder andere ziek van worden, omdat het ervoor zorgt dat processen in ons lichaam niet meer goed gaan verlopen. De tweede is dat het buitenmembraan, dat onderdeel van de celwand dat de gram-positieve bacteriën niet hebben, die kan een gram-negatieve bacterie sterker beschermen tegen afweercellen. Dus een witte bloedcel van ons kan minder goed een gram-negatieve bacterie aanvallen dan een gram-positieve bacterie, omdat die buitenmembraan er ook nog op zit. En als laatste
Dat buitenmembraan beschermt ook vaker tegen antibiotica. Dus op het moment dat je antibiotica wilt toedienen tegen een gram negatieve bacterie, is dat vaak minder effectief dan tegen een gram positieve bacterie. Dit heeft weer te maken met die buitenmembraan. Bacteriën kunnen ook reproduceren en kunnen ook hun genen uitwisselen. En hierin gaan we kijken naar twee verschillende manieren waarop ze dat doen. En dan beginnen we met de normale celdeling. En een normale celdeling bij bacteriën noemen we een binaire deling. Wat er gebeurt is eigenlijk een mitose-achtig proces. Je hebt één cel, die cel gaat zich splitsen en uiteindelijk krijg je twee cellen die er precies hetzelfde uit zullen zien. De snelheid waarmee dat gebeurt is onder andere afhankelijk van de beschikbaarheid van voeding. Op het moment dat er veel voeding is, zullen bacteriën zich sneller gaan delen, maar ook van de temperatuur. Heel veel processen moeten bij een bepaalde temperatuur goed verlopen en als die temperatuur niet goed genoeg, zal celdeling niet goed genoeg plaatsvinden. Dat betekent dus ook dat bacteriën, als die in een omgeving zitten waar veel voeding beschikbaar is, dat ze heel snel zullen gaan reproduceren. En daarom zullen ze ook eerder voorkomen bij bedervend voedsel, waar een heleboel nutriënten vrij worden gemaakt voor bacteriën om op te nemen. Dus kunnen ze heel snel groeien. Groei van bacteriën is ook altijd exponentieel. Eén cel wordt twee cellen worden vier cellen worden acht cellen, enzovoort, enzovoort. Dat betekent dat in de loop van de tijd het aantal exponentieel zal toenemen. Let wel, hier moet natuurlijk wel een rem op zijn. Als hier geen rem op is, dan zullen bacteriën zich ongeremd blijven doordelen en zullen we binnen no time helemaal ondergedompeld worden in de bacteriën. Dit gebeurt natuurlijk niet. Ook hier is sprake uiteindelijk van concurrentie en een rem op reproductie. Het tweede waarnaar gaan kijken is eigenlijk het uitwisselen van genetisch materiaal. En dat proces bij bacteriën noemen we conjugatie. Je hebt hier twee bacteriën, zie je. En de ene zie je wel een plasmide, het cirkelvormig stuk DNA, in dit geval rood aangegeven, en één zonder. Die bacteriën kunnen dat aan elkaar overgeven. Dat betekent dat er een paringsbrug gevormd gaat worden vanuit de bacterie met de plasmide. Die plasmide wordt gekopieerd en vervolgens wordt een nieuwe plasmide overgedragen via die paringsbrug naar de bacterie zonder die plasmide. Waarbij je dus uiteindelijk twee bacteriën krijgt die allebei een plasmide hebben. Zit nou op die plasmide een gen dat een bacterie resistent maakt tegen antibiotica, dan kun je op deze manier dus een nieuwe bacteriesoort krijgen die resistent kan zijn tegen antibiotica. Want die paringsbruggen die hoeven niet eens per se alleen maar binnen soorten gevormd te worden. En hiermee kan een bacterie dus zijn DNA overdragen van de ene cel naar de andere cel. Let wel, dit kan alleen maar met plasmides. Samenvattend, als we kijken naar prokaryoten. Prokaryoten zijn eencellige zonder celkern. Dit kan een archei zijn of bacteriën. De andere domeinen zijn allemaal eukaryotische cellen. Bacteriën hebben we gekeken naar de gram-positieve en de gram-negatieve. En de gram-negatieve zijn schadelijk als pathogeen. En denk goed naar welke drie onderdeel ook weer lag. Dat waren die lipopolysaccharide en het buitenmembraan dat zowel betere bescherming biedt tegen afweercellen als tegen antibiotica. De reproductie van een prokaryoot kan dus eigenlijk op twee manieren. Aan de ene kant heb je de binaire celdeling, dat vergelijkbaar is met de normale celdeling bij ons. En met conjugatie, waarbij je dus een overdracht hebt van plasmide van de ene cel naar de andere cel.